zijn eigenlijk wel heel origineel wit huis in een prachtige tuin. Ik krijg er eigenlijk meteen een heel erg vakantiegevoel van. Ja, het is een voormalige graansilo. Die kan ik je aanbieden voor 2,4 miljoen. Oké, nou, pittig vakantiehuisje, maar laten we gaan kijken. Ja. Nou, een prachtig huis, echt weer een sprookje. Dat hek gaat open, je gaat door een haag heen en dan zie je dit liggen. Ja, dit sprookje dat staat in Leersum. Echt een fantastisch huis, een oude graansilo. Mm-hmm. Dat verbouwd is tot een prachtig huis. Mooi hoor. En ja, dat witte, dat doet bijna het mediterraans aan. Ja, je kan hier echt resideren op een perceel van ruim een hectare. Eigenlijk is alles gemaakt om daar fantastisch te kunnen wonen. Heel smaakvol gedaan, mooie kleur luiken. Ik vind de tuin ook heel mooi aangelegd. Daar is echt een heel groot plan aan vooraf gegaan. Ja, het is echt een Franse tuin met haagjes, hekjes, prachtige vijver. Het is een zwemvijver, wow. Dus je kan ook gewoon meteen een frisse duik nemen. Ja, als we naar binnen komen, ja, daar schijnt de zon wel, moet ik zeggen. Met die gele muren, mooie estrik op de vloer, witte banken. Nou, het is wel een uitdaging. Het is echt wel een soort zomerhuis. Ja, het is een zomerhuis, het is een vakantiehuis, maar je kan natuurlijk ook prima gewoon het hele jaar wonen. Ja, nou, fijne landelijke keuken ook weer. Ook weer die fijne estrik op de vloer hier, mooie witjes. Ja, een lekkere keuken om gewoon te genieten van alle dag lekkere maaltijden en gezellig eten met elkaar. Wat wil je nog meer? Ja, het is echt heel klassiek ingedeeld, hè? Je hebt echt een eetkamer nog, een mooie zitkamer en echt een keuken. Het zijn allemaal echt vertrekken. Ja. Je waant je echt op vakantie in dit huis. Ja, absoluut. En op de begane grond heb je een grote master bedroom, ook weer met fijne badkamer. En op de verdieping ook twee grote slaapkamers, ook weer met een badkamer waar je gasten ook prima kon ontvangen. Heel fijn. En dit is leuk, dit is in de torenkamer, dus in de oude graansilo. Ah. Ja, die schuine daken geven het natuurlijk ook iets heel knus. Ja, er staan ook een aantal bijgebouwen garages en drie garages. En, er is ook nog een verblijf waar je je kinderen of kleinkinderen kan rondbrengen. En dan samen met al de prieeltjes ook nog in de tuin waar je lekker onder kan zitten. En die mooie indeling. Ja, het is, vind je dit nou echt een vakantiehuis voor mensen? Of als ze toch de portemonnee moeten trekken? Want nou, dat zou ik nog liever elke dag vakantie willen vieren. Ja. De vraagprijs voor dit huis is 2.400.000 euro. Nou ja, maar als je dan ook wel een heel lekker dik penthouse ergens in een hoofdstad hebt, in Amsterdam bijvoorbeeld of zo, dan kan je op zo'n moment natuurlijk wel een leuke combinatie maken. Nou, Zuid-Frankrijk in Leersum, zou ik zeggen. Ja, ik kan het alleen maar bevestigen, Michiel. Dit is denk ik gewoon genieten, maar dan 365 dagen per jaar. Heel mooi pand.